Nou, zoals gezegd is dit dus al de 65ste editie. Laten we even kijken naar hoe het allemaal begon. Stoppelhanen zou begin 19e eeuw zijn ontstaan op de Raalte najaarsmarkten. De boeren en knechten vierden het eind van de oogsttijd en maakten werkafspraken voor volgend jaar. De laatste roggeschoven ging op de najaarsmarkt vanaf de akker op oogstwagens naar de geestelijkheid. Op deze manier zou de geestelijkheid het hele jaar van brood voorzien zijn. Die rituelen zijn verdwenen, maar vormen wel de basis van het Stoppelhanenfeest. Na de Tweede Wereldoorlog vond men in Raalte dat het tijd geworden was voor een nieuwe festiviteit. Toen begin jaren 50 de Rooms-Katholieke Imkersvereniging Sint Imelda een landelijk congres mocht organiseren, was dat een mooie gelegenheid Raalte flink op de kaart te zetten. Zo ontstond Stoppelhanen, een mengeling van een braderie en een traditioneel oogstfeest. Burgemeester Ambrosius Ganzenboom was te bedenken van de naam naar de vroegere traditie aan het eind van de roggeoogst. In 1951 werd de eerste editie van het Oogstdankfeest gehouden. Van heinde en verre kwamen de bezoekers om zich te vergapen aan de oogstoptocht en het winkelen op de braderie. Het Stoppelhanenfeest is in de decennia daarna uitgegroeid tot een 5 dagen durend megafeest dat jaarlijks vele tienduizenden bezoekers trekt en nog steeds tal van folkloristische onderdelen kent. Ja, Paul, dus al een jarenlange traditie. Hoe gaat de toekomst van dit feest eruit zien? Nou, de toekomst, ik hoop dat we nog heel lang doorgaan, uiteraard. De jeugd heeft een toekomst, zeggen we wel eens. En daar steken we ook heel erg op in. Dat zie je ook terug in de optochten vandaag al. Dat we toch proberen ook jongeren te stimuleren om daar weer mee te doen. Ze kwamen hier net allemaal. We hebben ze net even gemist in de instaat. Al die kleintjes kwamen net langs. Dus dat is heel belangrijk voor ons. We willen de traditie in ere houden, maar toch ook vernieuwen. Dus elk jaar kijken we wel naar nieuwe activiteiten rondom Stoppelhanen. Maar alles wel passend bij wat we eigenlijk willen laten zien. Dat we een ons dankfeest zijn. Veel groter groeien zullen we niet, want dat is allemaal te klein. Wat is er dan dit jaar bijvoorbeeld nieuw? Dit jaar is nieuw is omdat we een boerenlunch hebben op de vrijdag. Het traditioneel laten zien met Zallandse producten. Kunnen mensen aanschuiven aan lange tafels en daar van de Zallandse producten genieten. We hebben op de zaterdag voor de pubers, zeg maar, in die leeftijdscategorie, hebben we het bubbelvoetbal. Die wil toch ook wat te doen hebben. Bubbelvoetbal? FIFA voetbaltoernooi, bubbelvoetbal. Ja, dat kan je in een opblaasbal te zitten en op voetbal te spelen. Ja. Zeer ludiek heb ik gehoord, dus zeker eens even kijken. Dus er zijn onder andere een aantal van de onderdelen die dit jaar wat vernieuwd zijn. En zo veranderen we elk jaar. En het is een feest voor jong en oud, voor allerlei leeftijdsgroepen. En dat maakt het ook heel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat je daar als organisatie ook eigenlijk het hele jaar door druk mee bent. Ja, ondertussen zijn we wel zo groot dat het eigenlijk, als we hier zondag klaar zijn en maandag alles opgeruimd hebben, dan wordt al heel groot plannen gemaakt weer voor volgend jaar. Zeker de artiesten moeten we weer op tijd vastleggen. Maar ook toch wel weer de nieuwe ideeën. Wat gaan we volgend jaar wel of niet veranderen? Dat gaat, het is een continu proces.